Voormalig VVD Tweede Kamerlid Helma Lotters uit Zeewolde werd in het kabinet als lastig bestempeld. Ja, dat is te lezen in de gepubliceerde notulen van de ministerraad. Ze kreeg dat stempel omdat ze kritische vragen stelde over de toeslagenaffaire. We hebben Helma Lotters nu in de uitzending bij ons op Radio en TV. Mevrouw Lotters, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u werd als lastig bestempeld. Wat doet dat met u? Ja, als je dat leest in de verslagen, dan is dat best heftig. En als je kritisch of lastig dan... dat heb ik eigenlijk in eerste instantie vond ik dat wel een compliment. Of eigenlijk nog steeds. Als je bij de kritische Kamerleden hoort, dat is toch je werk als Kamerlid. Ik had wat meer moeite met de typering activistisch. Want daarin herken ik me niet. Ik zat in de Kamer voor het goede doel. En dat zijn de mensen in de samenleving. Ja. U bent sinds de verkiezingen niet meer als Kamerlid actief. Maar had u in die 11 jaar in de Kamer ook de ervaring dat u als lastig of actief gevonden werd? Ja, zeker. Maar goed, ik bedoel, dat is ook mijn werk. Ik heb een aantal dossiers mogen behandelen in de fractie. Die ook vragen om een kritische houding. Dat was in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat was bij de Belastingdienst. Ik heb zelf ook nog een tijdje pensioenen gedaan. Ook daar zijn best wel lastige vraagstukken. Waar je gewoon de antwoorden wil hebben op vragen die je hebt. Om uiteindelijk te kunnen werken aan de goede oplossing. Ja, maar u houdt wel van vragen stellen. De afgelopen jaren heeft u meer dan 300 vragen gesteld. Kunt u zich voorstellen dat ministers dat irritant vinden? Nee, want als het goed is hebben we een gezamenlijk doel. En dat is namelijk een oplossing creëren voor problemen of uitdagingen waar mensen of ondernemers mee te maken hebben. En dat is bij de kinderopvang toeslagaffaire natuurlijk echt een enorm groot probleem. Daar zijn echt heel veel mensen heel ernstig geraakt door het handelen van de overheid. Maar deels ook door het handelen van de Kamer zelf. Maar wil je dat boven tafel hebben en wil je kunnen werken aan een oplossing. Ja, dan moet je wel de antwoorden krijgen op vragen die je hebt. En dan is het denk ik een van de instrumenten die ik als Kamerlid tot mijn beschikking had. Het stellen van Kamervragen, die moet je dan ook optimaal benutten. En het kwam inderdaad wel eens voor dat ik antwoorden kreeg op vragen waar ik niet tevreden mee was. Mm. Ja, en dan stel ik gewoon aanvullende vragen. Je laat je niet zomaar met een kluitje in het riet sturen. Althans, ik niet. Als u zoveel vragen stelt, hoe houdt u dan het overzicht van, oh, hier heb ik wel antwoord op en hier nog niet? Hoe doet u dat allemaal in uw hoofd? Of houdt u dat bij in een ouderwets notitieblokje? Nou, een notitieboekje was ik niet zo heel goed in. Zat er in mijn hoofd. En op het moment dat je schriftelijke vragen stelt, dan heeft het kabinet ongeveer 3 weken de tijd om ze te beantwoorden. Eventueel nog een keer een uitstelperiode van 3 weken. En dat schreef ik altijd in de agenda. Of in ieder geval mijn medewerker schreef dat in de agenda. Zodat we dan ook een moment hadden dat we konden rappelleren als de antwoorden er niet waren. Of je voegt ze toe aan een dossier als de antwoorden er waren, om dan in een debat daar weer verder over te gaan. Wat doet het nou met u dat u dit kunt lezen in de gepubliceerde notulen? Ik bedoel, u wist natuurlijk dat het erin zou staan, maar dat het nu ook open is. Doet dat persoonlijk nog iets met u? Nou, wat ik in het begin aangaf, dat je bestempeld wordt als een kritisch Kamerlid. Dat heb ik ervaren de afgelopen 24 uur als zijnde een hele positieve kwalificatie. Want nogmaals, daarvoor ben ik in de politiek gegaan om niet om het kritisch zijn, maar wel om vraagstukken te adresseren. En ja, dan is het ook heel mooi als je sommige problemen kan oplossen voor mensen. Recent zat ik nog bij jullie in de uitzending. Mm-hmm. Over een jonge wees die eigenlijk niet in het huis van zijn moeder kon blijven wonen nadat zijn moeder overleden was. Ja. Dat zijn echt van die dingen waar je voor in de politiek gaat. En doet het iets met je? Nou, tuurlijk is het heftig, maar meer moeite heb ik met het activistisch betitelen. Ja, ik stond voor mijn zaak en ik kom op voor mensen, ik kom op voor ondernemers. Dat deed ik en dat doe ik overigens nog steeds. En dat zal ik ook blijven doen, want dat zit... dat zit wel een beetje in mij als persoon. Maar is activistisch dan, klinkt dat zo negatief in uw oren? Klinkt het negatief. Dat zou je ook anders kunnen omschrijven. En kijk, wat ik jammer vind is dat ik moet lezen dat men vond dat ik activistisch was. Terwijl
diezelfde persoon ook niet even de telefoon heeft gegrepen van, goh, Helma, ik merk dat je heel erg door blijft gaan met het stellen van vragen. Ze worden ook kritischer of misschien wat stelliger of wat heftiger. Mm-hmm. Zien wij iets als kabinet of zie ik iets als minister over het hoofd? Of heb jij meer informatie dan ik heb? En dan heb je een hele andere invalshoek. En ja, ik denk dat ik dat wel een beetje gemist heb. En als ik dat dan zo teruglees in die notulen, ja, dan wordt dat wel bevestigd. Ja, wat je ook veel terugleest in die notulen is dat er bepaalde woorden worden gebruikt waarin het lijkt alsof het niet zo heftig is. Maar aan de andere kant, als je het gewoon in Nederlandse taal uitlegt, is het wel heftig. U wordt als activistisch wordt daarin omschreven. Maar eigenlijk kunnen we gewoon zeggen lastig. Of dat andere woord, dat sensibiliseren, wat ook voorgekomen is de afgelopen weken. Eigenlijk wordt er gewoon toch wel iets vervelends mee bedoeld. Dat is wat wij eigenlijk bedoelen te zeggen. Nou, dat klopt. En ik denk dat heel veel mensen dat ook de afgelopen 24 uur zo ervaren hebben. Want ik heb echt meer dan honderden mails of berichtjes, appjes gehad van mensen met persoonlijke verhalen die op de lijn kwamen om dat te delen. En echt ook naar vonden voor mij of mij wilde steunen. Nou, allemaal heel erg goed bedoeld. Ook heel erg goed gewaardeerd van mijn kant uit richting al die mensen. Maar het geeft wel aan hoe de teneur is. En nou, ik denk dat dat wel iets is waar we mee aan de slag zouden moeten. Ja, heeft u nog tips voor andere Kamerleden hoe ze hiermee om kunnen gaan? Want u zal niet de eerste zijn die dit overkomt, hè? Dat er dit soort woorden worden gebruikt. Nee, nou kijk, normaal gesproken lees je de notulen niet. Dus weet je ook niet wat er over, dat er over je gesproken wordt. En dat er over je gesproken wordt, dat is echt niet erg. Ik bedoel, we hebben het allemaal wel eens. Maar ga vooral met mensen in gesprek. Ja. Dat zou mijn oproep richting mogelijk een nieuw kabinet zijn. En richting mensen die volksvertegenwoordiger zijn. En of je dan in de Tweede Kamer zit, of dat je in de Provinciale Staten of gemeenteraad zit. Blijf kritisch. En als jij vragen hebt, dan moet je die kunnen stellen en moet je de antwoorden ook krijgen die je vraagt. En op het moment dat of een college of een kabinet dat lastig vindt, ga met elkaar in gesprek. Want als het goed is, zit je gewoon voor dezelfde zaak en dien je hetzelfde doel. Ja. En ja, blijf volhouden. Laat je niet uit lood slaan. Is hiermee de kous af voor u? Nou, kijk, ik zit niet in de Tweede Kamer, dus het is vooral aan mijn opvolgers en aan de opvolgers in de Kamer om te kijken hoe zij verder gaan met het debat wat voor aanstaande donderdag morgen gepland staat. Ik ga dat uiteraard wel volgen hier vanuit huis. Maar ik denk dat het heel goed is om wel over deze vraagstuk ook na te denken en te kijken hoe je daar in de toekomst mee om kan gaan. En zorg dat je met elkaar in gesprek en in contact blijft. En tuurlijk, ik krijg heel veel vragen, dus die zal ik ook proberen zo goed en zo kwaad als ik kan beantwoorden. Ik heb me niet uit het veld laten slaan en dat zal ik ook de komende tijd niet laten doen. Goed. Helma Lodders, hartelijk dank.